Hallo boogschutter, hallo tweelingen. Welkom bij jullie intuïtieve, diepe tarot-reading met Annemiek van Tarot en Zo. Annemiek nu. Ik heb er nu achter gezet, zodat ik gemakkelijker vindbaar ben op YouTube. Ik ga kaart voor jullie trekken over narcisme. Niet ons favoriete onderwerp, weet ik. En misschien denk je, ik ken helemaal geen narcisten. Nooit mee te maken gehad. Er zijn 1 miljoen narcisten in Nederland. 6,7%. Is niet mijn schatting, uiteraard. En dat zou nog wel eens goed kunnen. Volgens mij heb ik ze alle miljoen. Die hele miljoen heb ik ontmoet. Als je eenmaal weet wat narcisme is, dan ga je het in iedereen herkennen. Narcisme is een spectrum. Het is niet zo dat je kan zeggen, die is narcistisch en die is het niet. Dus op een schaal van 0 tot 10, hoeveel narcistische kenmerken heeft jouw partner in zich? En hoeveel heb jij er zelf? Of je vader, je moeder? Ja? Ik trek de kaart voor jullie. Page van Pentakels. Ik ben eventjes helemaal verbaasd over de kaart. Ik bedoel, Eight of Pentacles. Page. Jouw narcist blijft zich maar op werk focussen. En deze readings zijn energetisch. Hè? Dat betekent dat ze tijdloos zijn. Dus wanneer je ook naar deze clip kijkt, er zal iets in zitten wat bij je past. En je kan dus ook alle clips die ik eerder heb gepost bekijken. Jouw man of jouw vrouw of jouw beste vriend of baas zelfs blijft maar werken en schenkt geen aandacht aan jou. Geen aandacht aan jouw liefde, geen aandacht aan jouw werk. Hij heeft alleen maar oog voor zijn munten. Of hij is bij jou vanwege je geld. Oeh, dat voel ik echt. Oh, dat voel ik echt. Of misschien ben jij wel bij die narcist vanwege zijn geld. Misschien maakt zijn geld wel heel veel goed voor jou, van hoe hij jou behandelt, hoe slecht hij jou behandelt. Of misschien heeft hij een status quo. Misschien heeft hij een goede positie ergens. En vind je het fijn om te kunnen zeggen, ik ben de echtgenoot of echtgenote van de directeur hier. De magier. Jij hebt ergens gezegd, dit is wat ik wil. Zo'n huwelijk wil ik, zo'n vriendschap wil ik, zo'n gezin wil ik, zo'n huis wil ik. En toen ontmoette je iemand, een man of een vrouw, en die bleek narcistisch te zijn. Want je hebt ergens heb jij gezegd, toen je jong was, toen je aan het manifesteren was, het maakt me verder niet uit wat de rest van het pakketje is, als hij of zij maar heeft of is. Wauw, oké. Een advieskaart voor boogschutter. Aan het einde van deze clip verschijnt een clip over narcisme van mij. 50 minuten. Heel interessant. Er wordt een heleboel verteld naar aanleiding van mijn eigen ervaringen. Niet altijd even leuk. En ik vertel ze zodat je dingen gaat herkennen. En als je helemaal niks herkent, als je zoiets hebt, nou, ik heb echt nog nooit met een narcist te maken gehad. Zelfs niet als je een lijstje op internet gaat zoeken wat de kenmerken ervan zijn. Dan is het een oproep om meer begrip te hebben voor narcisten. En voor narcistische slachtoffers. Slachtoffers van narcisme. Oké, advieskaart voor boogschutter. Jij twijfelt. Ik ga er nog een kaart bij pakken. Ik begon goed, hè. Jij twijfelt soms aan waar je voor moet gaan. Yes, yes. Leuk. 7 kelken en de kaart matigheid. Jij hebt die persoon kansen gegeven. Nou, omdat je gewoon niet goed wist wat je wilde. Omdat jij
hem gemanifesteerd had. En dus heel erg ja, dankbaar ook was van, oh, nu heb ik die kinderen. Oh, nu heb ik dat huis. Of, oh, nu ben ik in die stad komen te wonen. Of in dat land komen te wonen. Of, oh, 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 nu heb ik dat. En nu moet ik dankbaar voor zijn. Maar, poeh, dat slijt wel. Dat als je met iemand woont die niet helemaal oké is. Maar je geeft hem tweede kansen, derde kansen, vierde kansen. Ik ben bij mijn ex 6 keer teruggekomen. Dus 7 keer weggegaan. Over hardleers gesproken. Ik was echt een klassiek geval van slachtoffer van een narcist. Nee, van narcisme, want ik ben het enorm in mijn leven tegengekomen. Advieskaart. Dat is trouwens geen advieskaart, hè? Ik heb geen advies gegeven. Ik heb je verteld wat het bij jou zat. Nou, zie dit dus in. Zie in dat die tweede kansen, dat je die hebt gegeven omdat je een plaatje voor ogen had. En ergens voldeed hij aan dat plaatje. Je had alleen nooit gedacht dat het een, sorry voor het woord, maar klootzak of trut zou zijn. Worden. Oké. Kaart voor tweelingen. Ik voel meer ontspanning nu. Bij boogschutter, mocht je nog kijken, hallo. Bij jou is het narcisme sterker in je leven. Tenminste, bij de meeste boogschutters. Hè? Dat is wat ik opvat van de groep. Oppak. Oké, tweelingen. Advieskaart voor tweelingen. Met betrekking tot narcisme. Terwijl ik aan het schudden ben, een aantal van jullie denkt van, ja, eigenlijk ken ik het rijtje ook wel van een narcist, dat die egoïstisch is, alles naar zich toe trekt. Als ik zeg van, ik heb hoofdpijn, dan zegt hij ook van, ja, ik ook, of je moet niet zo zeuren. Zelfs als hij degene is die hoofdpijn heeft veroorzaakt, namelijk van, je moet die klus afmaken, je moet die brieven schrijven per mail, want ik kan het niet. En oh, je bent er zo goed in. En dan krijg je de hoofdpijn van, dan heb je het voor hem gedaan, en dan durf je er iets van te zeggen. En dan van, ja, je eigen schuld. Het begint tot je door te dringen dat die partner van jou, dat die wel degelijk kenmerken van narcisme heeft. Ja. Jemig. Ja. Oké. Advieskaart. Wat ik voor jou trek, is het is echt een super lieve kaart. Oh! Als je deze kaart ziet, er zit zo'n gevoel bij van, ik wil dit voor mezelf houden. Zo staat ze er ook op. Page van kelken. Page van kelken. Jij houdt oprecht van die persoon. Of die persoon van jou. De liefde is oprecht. En de liefde is echt een cadeautje wat elke keer aangeboden wordt. Maar er is iets wat niet oké is. En daar moet je naar kijken. Daar moet je echt naar kijken. Oorspronkelijk was die clip voor narcisme bedoeld voor steenbok. Zeker als je met een steenbok te maken hebt. Word wakker. Word wakker. Ga inzien dat dit wat jij hem altijd aanbiedt, die liefde, gaat jezelf geven. Gaat jezelf geven. Al betekent het maar van op jouw manier gaan koken. Op jouw manier de tuin inrichten. Op jouw manier de was doen. Strijken. Kom op zeg. Laat zij, hij zijn eigen ding strijken. Als daar dus niks tegen, niet genoeg voor tegenover staat. Oké. Ik voel wel rust. Meer rust bij je. Je gaat het heel fijn vinden om erachter te komen welke narcistische aspecten er spelen binnen je relatie of met je baas of binnen je vriendenclub of in de buurt met je buren. Het gaat je nog meer rust geven, nog meer vrede. Ja, je gaat ook beseffen hoe goed jij het hebt met jezelf. Met je innerlijke leraar, met God of met de engelen of überhaupt met je eigen huis, je eigen plek. Ja, fijn. Fijn. Er zit iets heel verfijns in. Dit gaat het jezelf geven. Ik vind het echt prachtige tekening, schilderij. Prachtig.
laat je niet meer door die golf. Laat je niet meer door die golf overweldigen. Sta stevig in je eigen gevoel. Als jij verdrietig bent, neem daar de tijd voor. Maakt hij daar een opmerking over? Ja, kom op, zeg. Zo zijn we niet getrouwd. Je beweert altijd dat ik mezelf mag zijn. Nou, ik ben nu verdrietig. Dankjewel. Tot volgende week.